De gedenksteen dat herinnert aan de Eerste Wereldoorlog is vanaf vandaag weer te zien voor het grote publiek. Vanmiddag werd hij onthuld door wethouder Schreurs en directeur van het Eindhoven Museum, Luc Eekhout. Het Eindhoven Museum helpt eraan mee, Harry Kroonstichting helpt eraan mee. Vanuit Europa wordt eraan meegeholpen in het verband van de Eerste Wereldoorlog. Het monument is door de Belgen laten maken om de Eindhovense bevolking te bedanken voor het onderdak tijdens de oorlogsjaren. Jarenlang is de gedenksteen in het atelier van de kunstenaar blijven staan, totdat hij aan een van de Belgische vluchtelingen werd verkocht voor 25 gulden. Die schonk hem vervolgens weer aan de gemeente Eindhoven. Omdat het volgend jaar 100 jaar geleden is dat de oorlog begon, krijgt het monument nu een plekje in de Catharinakerk.